kijkers van de Gamer Games en welkom bij deze nieuwe GTA 4 aflevering. Volgens mij is het alweer deel 7. Het gaat lekker. Nico is er ook weer bij. En volgens mij hier, ja hoor, hier aan de overkant hebben we al een missie. Dus wij gaan die doen. Haha. Boel in China Chop. Hi, China Kalaho. Oké. Dat was weer even een raar momentje. We gaan naar het filmpje kijken. See you later, Mel. You always were an asshole, Mickey. Hey, watch where you're going. Hey! Hey! To tell you. Fuck you. Excuse me. Kijk uit, Nico komt eraan, dus dan moet je aan de kant gaan. Hij noemt de weer gewoon Yoko. Wat een stomme. Nou ja, laat maar. Ik ga er niks over zeggen. Yes, and this one's. I'll let you take the shit out of me. Take the shit? Yes, Mickey about. I don't understand. People who fuck with me get fucked. Waarom komt zijn hoofd zo groot in beeld? Whatever. Hij heeft een lelijk hoofd. Kom op, waarom komt hij dan zo groot in beeld? Beter doe je Nico zijn hoofd groter in beeld. Old bastard owns the China shop in the Camden Avenue in Dukes. Here you go. Een knuppel! Yes. We hebben een knuppel. Yeah. Wij zijn stoer. Oké, we gaan naar de shop. Oké, dat is mooi dan. Ja, ga je deur nog dicht doen? Oh, die gaat vanzelf dicht. Wat een techniek allemaal, zeg. Oké, we gaan even draaien. Die radio mag ook van mij wel uit. Wacht, draai. Oh, wacht. Weet je wat? We gaan gewoon hier recht vooruit. Woep. Haha. Dat kan allemaal, weet je. In zo'n stad. Nou. Weet je wat? Ik hou wel gewoon mijn mond. Want zodra ik ga praten, dan gaat het niet meer zo goed. En dan ben ik helemaal weg. En helemaal niet goed bezig. En zo. Kijk. Oh, mensen toch. Jeetje. Rij maar gewoon. Oké. We rijden gewoon en... Oké, dat was een lantaarnpaal. Die ligt nu lekker. Ga maar de vloer een beetje verlichten daar. Wij moeten nu naar de shop. Wij gaan iets kopen. Nee, wij gaan een ruilhandel doen. Wij gaan gewoon een ruilhandel doen, want wij willen die knuppel niet meer. Die knuppel die is wel vet hoor. Alleen we gaan hem toch ruilen. Wij gaan namelijk... denk ik een kip kopen. Ik wil graag een kip hebben. Nico wil ook graag een kip als huisdier. Kijk uit. Boom. Oh. Nee. Nu waren we bijna zelf de lul. Oh. Nee. Nee. Waarom laat hij steeds een auto dansen? Dat mag helemaal niet. Je mag niet met je auto dansen. Volgens mij zijn we er bijna. Het ziet eruit als een winkelstraat. Toch? Ah, kijk. Ik ga er weer voorbij. Oh nee, het is hier. Kijk eens aan. Dit is een Chinese winkel, zo te zien. We gaan verder. Hey, kijk eens aan. You owe Vlad protection money, old man. Big Vlad and his protection money? I'm so scared. What I need protection from? You think this door is going to save your shop? There's shit I can break out here. Vlad should pay me to tell punks like you to go away. He get no money. Hij wil geen geld geven. Nou, find something to throw. Weet je wat, mijn Engels is zo slecht, ik ga het niet voorlezen. Wij gaan gewoon iets vinden om door de window te gooien. Nu doe ik het toch weer, maar ja. Ah, hier. Wat, een baksteen, ik wil een baksteen. We hebben een baksteen, ha. Oké, kom, we gaan nu dat eruit gooien hoor. Wow, Nico is boos, Nico is boos. Oké. En... Oh, huh? Nico, wat doe je nou? Je moet hem wel gooien. Oh, wacht. En boom. Haha. Stop it, shitbrain. I pay up now. I pay up. Ah, kijk, en nu gaat hij wel betalen. I hope you and Vlad. Goed zo. Choke on it. Sure, ga dan maar weer naar binnen. Het is goed. Ik geloof je. Nou, we nemen wel even een andere auto, want die andere die kan geen bochten maken. Dus, mevrouw, stap maar even uit. Ik zal hem morgen weer terugbrengen, uw auto.
Oh, kijk eens aan, daar gaan we weer. Deze kant tenminste wel fatsoenlijke bochten maken. En daar houdt Nico van. Hij wil bochten kunnen maken. Kijk eens aan. Oh, dat is... Please make a U-turn. Ja, dat is een iets te grote bocht dat. Nou ja. Dat maakt allemaal niet uit, want we kunnen toch gewoon verder gaan. Oh. Hey, soms is die radar best wel moeilijk af te lezen, met al die straten daarop. Even kijken. Ah, hier moeten we er ook weer in. Oh, nee, Nico. Wat doe je nou? Wat doe je nou? Oh. Shit, Nico. Uh-oh. Oké, dat was best wel grappig. Hij vloog gewoon door de vooruit heen. Zag je hem vliegen? Zag je hem vliegen? Ik zag hem vliegen. En dat was echt super gaaf. Haha. Leuk. Ik vond het echt grappig. Ja. Leuk gedaan. Ja. Oh ja, mensen. Ik heb mijn aflevering naar Weekly Animated opgestuurd. Dus hij zal binnen... binnen nu en ooit, hè, zal die ooit wel een keer online komen op Weekly Animated. Dus abonneer dus ook even. Oh mensen, het gaat slecht. Ik ga gewoon hier met die auto heen. Boom. Oh. En wij stappen hier uit. Dus mensen, abonneer ook even op Weekly Animated. Dan kan je van mij... Die vent die valt gewoon neer als een houtplank. Nog een keer tegenaan lopen. Boom. Oh. Nou. Kom nou. Boom. En nu doet hij het niet meer. Oké, wij gaan een hotdog kopen. Daar hebben we zin in. Oh, shit. Wat gebeurt... Hey. Oh, ho, ho. Wacht. Wij hebben volgens mij die knuppel nog. Nee, we hebben geen knuppel. We hebben wel een pistool. Maar hij is al weg. Oh. Nou ja, dan geen hotdog. Maakt niet uit. We leven nog, dus. We gaan maar weer eens even naar Vlad. Hey, Yoko. You managed to do the job? Get Vlad his money? He paid up. I had to smash the shop up pretty good, but he paid. Don't worry your little peasant head about it. Stupid jerk made a mistake of telling me how much he gets that shit for back east. He's the biggest crook in the neighborhood. Lucky I don't tell his customers what they're paying for. That it? Can I go now? Sure. Get out of my face. Oh, ja. We gaan opslaan. Haha. En we hebben geld. Yes. $379 in my pocket. Ja, yeah, Nico is goed. Nico is een baas. Ik denk dat ik deze aflevering gewoon al ga stoppen. Want ja... Een korte aflevering mag ook wel een keer, hè, vind ik. Ik vind van wel. Ik steek er genoeg tijd in, dus ja. Dus wij gaan terug hier naar boven. En dan vraag ik jullie alvast om even te abonneren op mijn kanaal. Dat geeft natuurlijk ook eventjes een like. En... Oh nee, hè, Roman. Nou, oké, even opnemen dan. Nico, how you doing? This is so much fun. You know, Roman, I haven't been having that much fun since I got here. Has been a lot like hard work. Well, you should hang out with your cousin more often. Maybe that is the problem. I'm sitting here with Brucey. Well, we're sitting here and calling the cops and watching them show up and look around. The fucking stupid bastards. You shouldn't cry wolf, Roman. Who knows when you really need help? Fuck! I think they see us. Have to call Nico. Okay, dat was het dan. Dus laat dan ook even een like achter. En natuurlijk ook een comment als je dat wil. Nou ja, dan moet je maar zelf weten. En abonneer ook even op Weekly Animated voor de Black Ops 2 campaign serie van mij. En dan zie ik jullie graag terug in een volgende video op dit... Oh, waarom hebben we het zo druk met Nico? Oké, nog even het sms'je lezen dan en dan stop ik er echt mee. Oké. Dan gaan we de volgende keer weer naar Vlad. Dus ik zie jullie graag terug in een volgende video. En dan zeg ik voor nu, doei!